Hallo allemaal, mijn naam is Kelt en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering over de Eredivisie. Afgelopen weekend stond speelronde 22 op het programma. Het was een uh, mooi eredivisie weekend op uh, voetbalgebied. Er waren genoeg leuke wedstrijden. Heel veel mooie goals. Veel goals, ook in ieder geval, en uh, heel veel uitblinkers. De speelronde begon op vrijdagavond met Heracles tegen FC Utrecht. Vorige week was. Uh, Utrecht, Gambuur, waar ze knap terugkwamen. En dan zie ik een Utrecht van. Uh, goh, ja, er zit uh, veel power in ieder geval in. Er zit uh, karakter in de ploeg. Weliswaar heel opportunistisch. Het is niet alsof het uh, heel erg fantastisch uh, voetbal was, in ieder geval. Maar er worden wel gewoon uh, kansen gecreëerd. En als je dat nu weer ziet tegen Herakles, zat er totaal geen overtuiging in uh, bij FC Utrecht. Zeker voor Rus niet. Toen was het echt uh, dramatisch. Uh, ook uh, Utrecht speelde nu voor het eerst met uh, twee uh, spitsen. Een nieuwe spits eigenlijk: uh, Duo, Dovicas en uh, Veerman. Die mochten naast elkaar starten. Maar dat uh, kwam ook totaal niet uit het verf. Dat kwam ook door het goede spel van uh, Herakles-speler uh, Marco Rente. En de defensieve middenvelders van Herakles. Dus uh, voor, uh, ja, voor Herakles was uh, de eerste helft uh, totaal geen probleem. Maar ze scoren niet. En dan is het meestal. Dit seizoen eigenlijk gebruikelijk uh, voor Iraklis dat ze het in de tweede helft uh, meestal uh, weggeven. Maar dat gebeurde vrijdag niet. Mede dankzij uh, de goal van Sierhuis, maar ook uh, dankzij uh, Janis Blaswijk, waar echt een... Uh, paar reddingen zaten die echt uitstekend waren. Over het algemeen staat hij dit uh, hele seizoen al uh, geweldig uh, te kiepen. Er kwam ook uh, dinsdag het uh, bericht dat hij uh, eind van het seizoen uh, vertrekt bij Heracles. En naar uh, de topclub uh, in uh, de Bundesliga gaat in Duitsland bij uh, RB Leipzig. Echt voor hem een uh, hele mooie stap natuurlijk die uh, zeker meer dan verdiend is. Dan nog even over de goal van Sierhuis. Dat was echt van grote klasse vond ik zelf. Hoe snel hij uh, handelt, waarmee je uh, zowel uh, de verdedigers als de keeper echt uh, op het uh, verkeerde been zet. Ziehuis moest er op een gegeven moment wel op een hele lullige manier af, vond ik. Na de wedstrijd uh, vertelde hij uh, dat hij wat uh, vocht in zijn knie had, wist nog niet precies wat het was. Maar uiteindelijk, jammer genoeg, voor Iraakles en voor hemzelf, komt hij uh, dit seizoen uh, voor raakles niet meer in actie, want hij heeft zijn uh, kruisband gescheurd. Ja, jammer voor Herakles. Want ze hadden echt die Sierhuis, uh, vond ik wel uh, heel erg nodig. Waar de goals nu van moeten komen. Ik zou het niet weten. Misschien van uh, de tweede spit van Herakles, uh, Sinan Bakis. Dat gaan we allemaal wel zien in ieder geval. Maar ja, uh, jammer dus in ieder geval voor Herakles. Want uh, ze konden die goals van Sierhuis uh, in het uh, vervolg van de tweede seizoen zelf echt uh, wel heel goed gebruiken. Waar in ieder geval geen gebrek aan goals was, was uh, de wedstrijd Gambuur tegen Wolle. Ik heb me dit weekend echt vermaakt en dat kwam mede door deze wedstrijd. Want uh, bij Wolle uh, zag ik zoveel enthousiasme in de ploeg waar ik echt heel erg uh, blij van werd. Ook uh, dus heel veel spelvreugde waardoor het uh, spel uh, gewoon uh, zoveel beter wordt en ook leuker om na te kijken. Ook gezien het scorenverloop van deze wedstrijd was dit... Uh, ja, gewoon in het algemeen wel een uh, bizarre wedstrijd. Maar ook een hele leuke natuurlijk voor de neutrale voetbalfan. 3-4 uh, uiteindelijk dus geworden voor uh, PAX In ieder geval na uh, 13 minuten lagen er half drie goals in. Uh, ja, toen ging ik er wel even goed voor zitten. Want het was gewoon verreweg echt een. Uh, ja, gewoon een uh, leuke, vermakelijke wedstrijd in ieder geval. Wel een paar gekke situaties nog deze wedstrijd. Die strafschop uh, van uh, Van de Werf die uiteindelijk uh, weggeeft. Wat best wel raar was. Maar wat eigenlijk nog bizarder was. Was uh, de keepersblunder blunder van Kostas Lamproe. Die uh, ja, via zijn handen en uh, zijn benen er uiteindelijk uh, in gaat. Weer geen sterke beurt dus uh, van hem. Gelukkig hebben zijn uh, ploeggenoten hem er uiteindelijk uh, wel doorheen gesleten in Leeuwarden. Leuk voor Pek Zwolle, want zo mogen ze weer wat uh, puntjes bijschrijven... in uh, de ozo oh zo belangrijke degradatiestrijd, waar het uh, allemaal dichter bij elkaar komt. Ook door de uitslagen bij de andere wedstrijd. Want uh, Zwolle, Zwolle, dacht eigenlijk uh, dat we van de laatste plaatsen... Uh, Af zijn, maar ja, uh, dan zie je ook nog eens uh, Fortuna die uh, gewoon wint. Nou ja, gewoon was het eigenlijk niet, was wel tussen haakjes. Want uh, ja, zo gewoon was het niet. Laat ik daar gelijk maar uh, doorgaan over die wedstrijd. Fortuna wint uiteindelijk uh, met 1-0 van FC Groningen, waar het. Uh, Waar ik het had over de vorige wedstrijd bij spelvreugde, had ik dat in deze wedstrijd totaal niet. Er zat zoveel spanning leek erop te zitten bij Fortuna en eigenlijk ook een beetje bij Groningen. Ook hoewel ik het daar niet weet of het daar echt spanning was of dat er echt een duidelijke speelwijze miste. Want uh, ja, dit vond ik uh, in twee spelers bij Groningen nog maar echt spelvreugde. Dat uh, was bij uh, Meijer, de linksback van uh, Groningen. 18 jaar, die het echt uh, fantastisch doet, in ieder geval ook uh, de vorige wedstrijd al. En uh, bij uh, Strand Larsen, natuurlijk, die het enorm naast zich zin heeft in de spits bij Groningen. Hij is de man uh, waar uh, continu uh, door zijn medespelers uh, elke keer naar gezocht wordt. Alles draait eigenlijk om. Om hem zitten natuurlijk wel voordelen en nadelen uh, aan. Want op het moment dat hij hem uh, niet maakt, dan uh, gebeurt ook echt helemaal niks bij Groningen. En dat is toch wel een beetje een pijnlijke conclusie. Ook zitten heel weinig uh, dreigingen, in ieder geval, in de ploeg. Dat is ook wel een beetje wat uh, Ulte na de wedstrijd ook zei. Van uh, je kan wel voorzetten geven als Groningen, maar uh, hoeveel gevaar er uiteindelijk uh, nou komt. Uh, uitkomt uh, niet echt heel veel. Dus hij had ook uh, het idee... Uh, prima dat jullie zoveel ballen... het strafschopgebied uh, ingooien... maar uiteindelijk kwam er dus... Uh, heel weinig uit naar voren. En dat is ook wel een beetje het verschil van Fortuna... ten opzichte van de eerste seizoen zelf vind ik. Want in de eerste seizoen zelf... kregen ze daar nog, ja, nog wel veel goals uit tegen. Ook uh, met Van Osch op goal... die nu ook uh, keepte... Uh, maar er staan nu ook twee Grieken achterin die ongeveer alles weten weg te werken. En dat is nogal een verschil, vind ik. En zo is Fortuna ook niet heel erg meer makkelijk te kloppen, in ieder geval. Ook zag je na het uh, laatste fluitsignaal zoveel vreugde, wat uh, me ook wel een beetje blij deed. En, uh, natuurlijk ook leuk voor uh, George L.T. en Fortuna. In ieder geval Siovas maakt uiteindelijk het verschil uh, bij uh, Fortuna, die ook uh, na de wedstrijd ook het hele veld overrende. Ook wel heel mooi, die uh, Griek die gekomen is dus in de winterperiode, is uh, gehaald dus naar uh, Fortuna. Uh, ja, voor hem natuurlijk een uh, fantastische start in ieder geval bij Fortuna. Dat geldt eigenlijk ook voor Samaris, de andere centrale verdediger, uh, de Griek die het vanaf het uh, begin eigenlijk ook gewoon uh, goed doet. Ze hebben echt op het transfermarkt Fortuna gewoon even dat uh, verschil weten te maken. Het is natuurlijk uh, mooi voor Fortuna, maar ook wel enigszins uh, zorgwekkend uh, voor Groningen. Ook is het natuurlijk wel lullig hoe uh, zo'n doelpunt uiteindelijk uh, tot. Ja, tot stand komt hoe Nkong eigenlijk die bal uh, weifelend uh, niet wegwerkt. En hoe die bal dan uh, bij uh, Vast terechtkomt. PSV was het echt een fantastische wedstrijd. Ik heb er in ieder geval ontzettend van genoten. En eigenlijk ook van het hele elftal. Maduweke was voor mij toch wel de absolute uitblinker. Maar uh, er wa waren bijna gewoon geen uh, spelers uh, op te noemen. Die geen positieve uh, bijdrage leefden aan deze wedstrijd. Laat ik het gelijk eigenlijk maar weer even over de uitblinken van deze wedstrijd hebben van uh, PSV Weken Want uh, zo'n seizoen, uh, waar je zoveel gekwetst wordt door een uh, ja, spier of hamstring, uh, blessure, uh, heeft ze allebei gehad natuurlijk. Ik had ook eerlijk gezegd uh, niet verwacht dat hij zo snel weer uh, terug zou keren voor, uh, bij PSV. Voor PSV is dat natuurlijk echt uh, fantastisch ik vind zeker niet dat Doan die plek van Madouweken slecht heeft ingevuld heeft hij echt gewoon heel goed gedaan maar ja als je nu Madouweken zo weer ziet spelen ja dat is echt niet normaal wat hij laat zien is echt uitzonderlijk ook op die hoge snelheid die hij heeft zo technisch vaardig en echt een neusje voor de goal ik vind ook dat hij echt hele goede situaties maakt in ieder geval in ja, die uh, ja, goede situaties als hij uh, voor de goal komt. Wat je ook nu weer zag met uh, de assist, natuurlijk, die hij uh, leverde. Ik moet het nog wel eigenlijk ook wel even over Vitesse hebben. Want uh, ja, dat ze daar, wat ze daar deden, sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Natuurlijk in de KVB-beker, afgestraft met 5-0 door uh, Ajax. En ook uh, nu weer. Want uh, ja, nu uh, Vitesse wilde de hele wedstrijd eigenlijk uh, ja, gewoon vol druk zetten over het hele veld, maar uh, die afstemming uh, was eigenlijk gewoon sowieso niet goed. Dat Prima voor al uh, 0-6 in ieder geval kunnen staan... vooral uh, ook door doordekken vond ik uh, heel slecht uh, van uh, Vitesse. Waardoor er elke keer uh, heel veel ruimtes open lagen voor PSV. Ik denk uh, dat uh, Vitesse beter de keuze had uh, kunnen maken... om uh, als geheel iets meer, uh, terug te, uh, meer in te zakken... Maar ja, dat is natuurlijk allemaal uh, wel uh, achteraf. natuurlijk. Voor mij was uh, Sparta Willem 2 een van de meest in het oog springende wedstrijden. Ook omdat deze natuurlijk heel erg uh, beladen was met uh, de stand uh, onderin. Twee teams die er gewoon niet echt uh, lekker in zitten. Bij Sparta is dat wel erg uh, duidelijk zichtbaar. Bij Willem 2 weet je het eigenlijk maar nooit wat daar gaat gebeuren. Ik vond het vorige week wel een uh, stukje beter. In ieder geval veel meer uh, beleving dan uh, in uh, de eerdere wedstrijden. Ook nu met Hoornkamp uh, en Oosting wat uh, meer creativiteit. Maar uh, zondag was uh, Sparta echt de betere ploeg. Winnen 2 heeft geen schot op uh, goal gehad. Deze wedstrijd, wat uh, vorige week natuurlijk uh, ja, functioneerde dat uh, koppel. Oosting, Hoornkamp uh, prima in ieder geval. Maar uh, in deze wedstrijd uh, kwam dat uh, echt niet heel lekker uit de verf. Wel uh, leuk om te zien uh, dat Namli terug is gekeerd natuurlijk. Uh, bij uh, Sparta en uh, eigenlijk zoveel uh, extra's brengt. Qua Crowley leidt uiteindelijk uh, dat uh, balverlies bij die goal. Maar ja, ik vind hoe, uh, Willem II, uh, hoe hij Willem 2 bij de hand nam toen hij inviel... vond ik in ieder geval heel erg leuk om te zien. Hij is echt een uh, creatieve spelma spelmaker. Goed aan de bal, durft acties te maken, ook op het middenveld. En ik uh, denk dat Willem 2 met uh, die nieuwe aanwinst heel erg uh, blij mee mogen zijn... Bij Sparta zat deze wedstrijd net even iets meer een idee achter, vond ik dan uh, Willem 2. Dat zegt ook wel heel veel, vind ik, over uh, Fred Grim, de trainer van Willem 2. Waar ik het uh, vertrouwen toch wel een uh, beetje begin uh, in te verliezen. Hij heeft altijd allerlei uh, teksten natuurlijk na afloop en uh, vooraf en overal wel een uh, idee bij. Maar ja, op het veld zie ik het gewoon nog uh, niet uh, heel erg uh, vaak uh, terug. Na vorige week had ik eerlijk gezegd ook niet gedacht dat Willem II zich echt uh, zorgen zou uh, moeten gaan maken. Omdat ik ook wel uh, zag dat ze vorige week heel veel vertrouwen hadden getankt natuurlijk met een hoornkamp erbij. En de andere kwaliteiten die ze, die ze nu uh, hebben. En uh, denk ik dat het toch wel mee zou gaan vallen. Maar uh, ja, nu ze bij Sparta hebben verloren, denk ik, denk ik toch wel... En daardoor uh, toch wel een enorme dreun gekregen in ieder geval. Ook als we even gaan kijken natuurlijk naar uh, de stand onderin waar uh, Peksvolle nog steeds uh, laatste staat met 16 punten. Wel een uh, behoorlijke inhaalslag gemaakt in ieder geval. Vlak daarboven staat Sparta met 17 punten. Op de 16e plek staat Fortuna met 19 punten. En Winum 2 staat nog maar 2 punten boven Fortuna Sittard met 21 punten. Go Ahead Eagles en RKC staan er ook nog maar 1 puntje voor Winum 2. Dus je kan eigenlijk ook zomaar weer 13e, 12e staan. Het blijft in ieder geval de komende speelrondes gewoon nog hartstikke spannend onderin. De andere kwart over twaalf wedstrijd was Eagles tegen AZ. Dat was eigenlijk wel iets te vroeg voor Viendal. Want zowel uh, bij uh, de tegengoal zag hij er uh, heel slecht uit. Hij stond echt heel raar uh, gepositioneerd. En uh, ja, als je dat... Uh... En als je dan dat gebeurt en dan je gaat dan ook nog daarna proberen Liedberg uit te kappen, ja, dat uh, weet ik ook niet waar je dan uh, mee bezig bent. Want op een uh, ander niveau, zoals in de Conference League, waar uh, AZ natuurlijk nog steeds uh, in zit, ...wordt je gewoon met 3-0 van het veld geveegd. En uh, wordt uh, dit soort uh, fouten in ieder geval gewoon uh, afgestraft, afgestraft. Het zat natuurlijk allemaal in kleine dingen, want in plaats uh, dat Eagles hem uh, maakt uh, na de fout van AZ, is het natuurlijk AZ. Die uh, profiteert van die fout van uh, iets waar hij uh, gewoon veel te veel risico neemt. En uh, Pavidis die daar uiteindelijk uh, van pro kan van profiteren. Echt gewoon, uh, hij heeft het prima ingeschoten. Dat uh, mag zeker ook gezegd worden. In ieder geval, ik denk dat Eagles wel moord zou doen voor uh, de centrale verdediger die bij uh, AZ speelde. Dan heb ik het natuurlijk over uh, Sam Beukema. Het is eigenlijk zoals het uh, moest zijn. Ze weten bij uh, Eagles in ieder geval wel uh, donders goed uh, dat hij bij uh, spelervatting uh, gewoon uh, goed is. En ja, dan geven ze hem ook nog uh, alle ruimte in ieder geval bij de corner. Gewoon totaal geen uh, rugdekking waardoor uh, hij uh, vrij uh, de bal uh, in kan koppen. Bij de tweede die hij maakte, ja... De... Kan hij uh, toch wel wat weerstaan? Uh, in ieder geval om uh, te juichen. Met het uh, vuistje. In ieder geval in de lucht. Hij was uh, super blij. Maar ja, voelt zich oprecht toch ook wel een beetje kut. Natuurlijk, naar de Eagle supporters. En je moet het ook uh, maar net uh, durven. In ieder geval, om dan ook nog na de wedstrijd een eerelronde te maken. Voor je tussen haakjes. Natuurlijk, eigen supporters. Als je net zo'n twee doelpunten hebt gemaakt en uh, ja, dichter bij uh, Go in ieder geval dichter bij de degradatie hebt gebracht. Dat was een, een goede overwinning voor AZ. Uiteindelijk als je zo slordig speelt en dan toch uh, de drie punten haalt, heb je het gewoon uh, prima voor elkaar als je het aan mij vraagt. Hetzelfde soort wedstrijd was RKC Feyenoord. Ik vond Feyenoord echt ontzettend matig. Spelers waar je het niet van verwacht. Denk aan de Ausnes Trauner. Trauner die ondanks de verdedigend gewoon nog wel ontzettend sterk stond in ieder geval. Maar uh, af en toe aan uh, de bal wel echt uh, hele foute keuzes maakte. Echt een hele maatropot. Maar gelukkig voor Feyenoord in ieder geval uh, wel winst in ieder geval. Als je dit afzet tegen vorige week was dit wel een enorm contrast. Je hebt gek genoeg uh, het idee dat je toch ook wel naar een uh, topclub uh, zit te kijken. Want het is, uh, de, ene, uh, ja, het is de ene week uh, gewoon top en de andere week is het... Ah, ja, Kom op, het is maar RKC. Het zal allemaal wel. Het was in ieder geval heel atypisch voor Feyenoord onder slot dit seizoen. RKC deed in de openingsfase zeker ook wel heel erg goed. Die creëerde toch wel drie, vier grote kansen waar de makkelijk toch wel twee in hadden konden gaan als er in ieder geval een mindere keeper op goal stond dan Justin Bailo. Etienne Fase had ook weer een kolderiek momentje deze wedstrijd... waarvoor hij in godsnaam in ieder geval uit zijn doel uh, kwam rennen. Ja, dat zal uh, niemand uh, begrijpen in ieder geval. Er waren zelfs ook nog uh, gewoon uh, twee uh, verdedigers in de buurt. Toch uh, mag RKC, uh, vind ik, niet uh, klagen op een dertiende uh, plek op de ranglijst. Wel zwaar. Een uh, ja, klein verschil natuurlijk met Winem 2 en Fortuna. Maar ik denk niet dat uh, RKC zich heel erg uh, zorgen... Te maken, al hadden ze er wel natuurlijk beter uh, voor moeten staan, gezien uh, hoe ze dit seizoen uh, gepresteerd hebben, ze hebben eigenlijk heel weinig afstand genomen. En uh, ja, als er een mindere periode waar, uh, is waar ze minder gaan spelen, dan uh, kan het ook voor RKC misschien toch nog wel heel erg spannend worden. Bij Heerenveen blijft het uh, elke week hetzelfde liedje: Zondag verloren ze thuis met publiek tegen NEC. Met 0-1. Sinds de vier mannetjes daar weg zijn, hebben ze ook 0 keer uh, gescoord. Dus zullen de doelpunten echt moeten komen van het uh, tandem van Hoydonk en Sar. Die uh, allebei, denk ik, nog een beetje ontwikkelingsprojectjes uh, uh, zijn uh, voor Herenveen. Uh, dus natuurlijk niet uh, gek gezien uh, de leeftijd van de spelers. Maar ja, als ze nog wat uh, willen maken van uh, deze tweede seizoen zelf. Dan heb je toch wel echt uh, spelers nodig, in ieder geval die het uh, verschil maken. En daar zie ik er nu in ieder geval heel weinig uh, rondlopen bij Herenveen. Maar je hoopt eigenlijk dat uh, wel met die individuele kwaliteiten die ze hebben toegevoegd. met een haaien en met een van Hooidonk en met een sar. die uh, misschien wat meer uh, verrassingen in het uh, spel brengt uh, voor Herenveen. En haaien die je natuurlijk op een goede manier. Uh, het spel wel heel erg uh, na zich toe trekt... en uh, toch wel een beetje de leider is uh, van uh, dit Heerenveen. Maar inmiddels heeft uh, Heerenveen dus uh, zes keer op rij verloren. Zes keer niet gescoord, dat is ook wel heel erg uh, pijnlijk voor Heerenveen. Natuurlijk ook uh, de supporters die uh, op de tribune mogen zitten... bij deze wedstrijd waarin... Uh, ja, in principe gewoon helemaal niks uh, gebeurt in ieder geval. Het is geen publiek die uh, na vijf minuten denk ik al uh, begint te fluiten in ieder geval. Maar ze hebben ergens ook wel een uh, grens. En ik denk dat uh, die grens nu wel uh, toch bereikt is. Ze staan er, er net, uh, ja, ze staan er net uh, goed voor uh, denk ik om uh, echt uh, te degraderen. En uh, ja, de laatste twaalf wedstrijden is het echt een kwestie... Om het uh, publiek uh, terug te weten te winnen. Want uh, ik denk dat dat echt uh, bovenaan het lijstje staat. Uh, in ieder geval voor Herenveen. NEC gaat er uiteindelijk met de punten van door. Het spel van NEC was ook niet heel erg overtuigend. als een uh, aantal wedstrijden in uh, de eerste seizoen zelfs. Het was uiteindelijk uh, tafsan. Die het verschil maakte. Die best wel een uh, gevaarlijke speler is uh, door zijn goede dribbel. Maar hij heeft, uh, vind ik, heel weinig overzicht. En dat zag je ook wel uh, terug in ieder geval bij deze goal. Wat mij betreft was uh, de vrije trap van Schöne ook gewoon een doelpunt. Ik snapte eerder gezegd niet uh, zo goed uh, waardoor uh, deze werd afgekeurd. Hoewel, hoewel er gewoon wel netjes uh, werd uitgelegd uiteindelijk uh, door Martens. Maar uh, toch verbaas ik me wel een beetje over... Dat er hinderlijk buitenspel geconstateerd werd. Dan ga ik door naar de laatste wedstrijd van dit Eredivisie-weekend. Voor de wedstrijd ging het natuurlijk al veel weer om de situatie rondom Mark Overmars. Ook omdat er bekend werd dat Van der Saar eindelijk interviews ging doen. Zowel voor NOS als ESPN, als voor de schrijvende pers. Waar het interview met Hans Kraai echt verschrikkelijk was. Dus bij ESPN. Ik denk uh, dat de supporters uh, van de club uh, dit ook met uh, ledenogen hebben aangezien. Want, uh, ja, want zij zien natuurlijk ook uh, de belangrijkste man binnen de organisatie, zien zij enorm schutteren over een uh, onderwerp. Uh, ja, en op een hele slechte manier uh, gewoon uitleg geven. Met heel veel u's, a's en uh, twijfels. En natuurlijk de hele tijd het woord eindelijk in ieder geval. Waar ik me ook dood aan irriteerde. In ieder geval ook als uh, Ajax supporter vond ik dit ook echt geen uh, sterk interview in ieder geval. En uh, twijfels natuurlijk over, uh, over feiten die ik gewoon 100% goed had uh, moeten hebben. Hij zat elke keer met datums. Dan uh, was het tien dagen en dan, oh nee, toch negen of acht dagen in ieder geval. Gewoon een uh, heel slecht interview en uh, gewoon heel erg uh, pijnlijk, in ieder geval. Als Ajax supporter om uh, dit zo uh, te zien. Toch uh, de leiding eigenlijk uh, binnen de organisatie, dus uh, binnen Ajax. En die dat zo'n interview afgeeft. Echt, uh, echt heel erg pijnlijk uh, en uh, verschrikkelijk om te zien. Dan over, uh, ja, toch wat positiever. Laten we natuurlijk ook bij deze wedstrijd even over de positieve punten. Want die waren er zeker. Dan dus natuurlijk over het spel van Ajax. Die gewoon heel erg goed was. Na een half uur kwam het er eigenlijk pas echt uit. Maar uh, ja, het laatste uur werd uh, Twente toch wel echt uh, alle kanten opgespeeld. In het begin, natuurlijk, deed Twente natuurlijk uh, aardig uh, leuk mee. die die pakte Ajax ook echt wel aan, vond ik, met uh, de kopkansen natuurlijk van Ricky van Bolswinkel die uiteindelijk uh, tegen de lat aan kwam. Maar daarna was Ajax uh, hier en meester. Onderstal die wel echt uh, fenomenale reddingen maakte, maar uh, hij gaat wel gewoon in de fout bij uh, meerdere tegenkols het gekke. Was toch wel een beetje dat je het gevoel had uh, totdat uh, de Ajax de 1-0 maakt. Dat uh, ja, toch wel het idee had dat het toch wel een uh, hele moeilijke middag uh, zou worden voor Ajax. En maar het uh, belang van uh, Klaassen was op dat betreft uh, ongelooflijk uh, groot, in ieder geval. Want op dat moment uh, dat die 1-0 valt, valt ook meteen uh, alles weg. En had je meteen het idee van: uh, Twente gaat uh, niet meer terugkomen deze wedstrijd. En Ajax gaat alleen maar uh, meer goals maken deze wedstrijd. De grote uitblinker was uh, Steven Berghuis. Eigenlijk waren er wel meer spelers, eigenlijk gewoon iedereen was goed behalve blind, vond ik eigenlijk. Gravenberg viel ook uh, uh, heel goed uh, in, vond ik in ieder geval. Een paar uh, goede acties uh, maakte die natuurlijk. Maar toch denk ik, wat ik ook al vorige week zei in de video, dat je gewoon lekker Klaassen moet uh, laten staan. Ook voor de volgende wedstrijd natuurlijk tegen Willem 2. Maar ook de, de Champions League-wedstrijden. Klaas heeft nu denk ik toch wel een uh, betere meerwaarde dan uh, Gravenberg, uh, denk ik in ieder geval. Maar ja, Berghuis speelde natuurlijk heel erg goed ook. Uh, Haler die uiteindelijk uh, de drie treffers maakt. Alvarez die natuurlijk heel erg goed was uh, op het middenveld met het uh, ballen afpakken, maar ook het passes versturen. Aan het begin de eerste 30 minuten ging dat af en toe nog wel eens mis, maar uh, ja, zodra je natuurlijk uh, 2-3-0 voor staat, gaat het gewoon allemaal uh, op rolletjes. en uh, kwam uh, FC Twente er natuurlijk echt niet meer aan te pas. Berghuis stak er voor mij wel echt bovenuit vanuit uh, die nieuwe rol. Bereidt hij eigenlijk uh, zoveel? Goede kansen voor het afronden. Dat laat dan nog wel af en toe af. Uh, af... Afwegen natuurlijk met Mazroey en Talic. in ieder geval Talic die ook die strafschop helaas miste, in ieder geval twee keer achter elkaar gebeurt. En nu de vraag is of Haler het nu gaat doen. In ieder geval Ten Hag zei dat hij gewoon Talic in ieder geval de volgende laat lemen. Ik zou het nu toch wel een keer aan Haler in ieder geval laten geven. Maar ja, dat is natuurlijk een beslissing van het team en natuurlijk van Erik Ten Haag. Maar ja, Berghuis, wat ik al zei, was gewoon ongelooflijk goed. Ook uh, hoe hij een paar keer gewoon echt uh, een goede schietpositie uh, komt. Dan nog even een vooruitblik op uh, aankomend weekend. Speelronde 23 staat er dan op het programma. En die wordt afgetrapt in Sittard tussen Fortuna en Sparta Rotterdam. Een spannend duel onderin. Beide ploegen hebben natuurlijk uh, de punten hard nodig. Zaterdag. Half 5 NEC tegen RKC. Koploper Ajax gaat zaterdag op bezoek bij winnen 2. En als uh, laatste wedstrijd op uh, de zaterdagavond is het AZ tegen Heracles de zondag. Start in Pek Zwolle. waar ik uh, naartoe ga die wedstrijd. Pek uh, tegen FC Groningen. Twee wedstrijden om half 3. Twente Go Ahead Eagles en uh, Feyenoord tegen Cambuur. En ook... Uh, na, en ook uh, twee potjes om uh, kwart voor vijf nog. Utrecht tegen Vitesse en uh, P. Dan nog even een vooruitblik op uh, de wedstrijden van het aankomend uh, weekend. Speelronde 23 staat er dan op het programma. Die wordt afgetrapt in Sittar tussen Fortuna en Sparta Rotterdam. Een uh, spannend uh, duel onderin. Uh, beide ploegen hebben de punten in ieder geval hard nodig. Natuurlijk in de degradatiestrijd. Zaterdag half vijf, NEC-RKC. Koploper Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij Winem 2 en als uh, laatste wedstrijd op die zaterdagavond is het AZ tegen Raakles. De zondag start in Zwolle de wedstrijd uh, waar ik naartoe ga. PEC tegen uh, FC Groningen, twee wedstrijden om half drie. Twente tegen Go Ahead en uh, Feyenoord tegen Cambuur uh, en ook nog twee potjes om uh, kwart voor vijf. Utrecht tegen Vitesse en uh, nummer twee PSV neemt het uh, op tegen uh, Heerenveen. Voor nu allemaal bedankt voor het kijken. Doe zeker de blauwe duim omhoog. Abonneer gelijk dan hier beneden. Volg me zeker even op Instagram en Twitter. Volgende week ben ik er natuurlijk uh, weer met een uh, nabeschouwing natuurlijk. En dan ga ik alle negen potjes uh, bespreken natuurlijk uh, van uh, speelronde 23. Hopelijk zijn jullie er dan ook weer. En uh, zeg ik uh, tot de volgende video. Laters.